can't get enough. All the love. Give me that good time feeling. Give me that good time feeling. Get enough. All the love. Give me that good time. Get enough. No, I can't get enough. Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Good morning. Morning. It's fucking early. Boah. Me, for mommy, it's fucking early. I know, babe. Early to go somewhere. Yeah, early to be ready and to go out of the apartment. Wij gaan iets mega spannends doen vandaag, want... Oeh, mama. Anders krijg ik een disclaimer. Wij gaan dus iets mega spannends doen vandaag, want wij gaan Matthias zijn bloed laten trekken. Maar ze zeggen... dat ze een methode hebben die pijnloos is voor baby's. Dus ik ben benieuwd. Ik geloof het pas als ze hem niet geweend heeft. Dus we gaan het zien. Mattia heeft mega goed geslapen en is nu mega goed gezind. En aan het babbelen en aan het lachen. Hè, Liffy? Ja, hè? Ben je aan het lachen? Goed gezinde hupje? Wat ben je aan het zeggen? Madonna, mooi man. Ja, we can. We have time, hè. But I think better first to have the breakfast, no? Ja, van die grote breakfast. Wow, man. After, babe, if you want, you have the car. You can walk a little bit with him. Yeah. You see that he is okay. Yeah, yeah. Ze hebben, dat is echt geen pijnloze dingen. Ze maken zo'n gaatje, alsof je suikerziekte hebt en je moet prikken. Dat doen ze bij een babytje en dan laten ze dat zo druppen in een potje. Omdat ze van een babytje blijkbaar niet zo heel veel bloed nodig hebben. Maar je hebt het zo goed gedaan. Zo'n flinke jongen. Ga hem je plakker laten zien. Ik heb een plakker gekregen. Met voetballetjes. Hé, schat. Ja, je hebt het zo goed gedaan. Daddy was almost dying. Not dying, but really my heart was beating. Yeah, when he started to cry. That was really pain crying. But you did good job. We zijn thuis, we hebben de taxi genomen. Het regent een beetje. Nu terug naar buiten. Oh my god. Hij doet weer zijn eerste slaapje gewoon in zijn bed. Zalig. Dan heb ik heel even tijd om van mijn theetje te genieten en om Buddyke een beetje aandacht te geven. En dan zal hem binnen een half uur wel weer wakker zijn. Oké. Ik wil ook nog een keer zeggen dat ik echt zo fier op hem ben met het bloed geven vandaag. Dat was zo stoer. En ik weet niet voor de mensen die het zien, maar ik heb mijn haren dus gisteravond nog een keer gewassen. En het blond begint er opnieuw door te komen. Ja, helaas. Hier van boven, ja, hetzelfde eigenlijk. Begint er overal weer wat door te komen. I'm a born blondie. Beuje. No? Good mommy show to the people what it means to be a good husband. It's not only to be a husband and no. Fucking boss in a apartment. You need to pay your shit. Ja, we hebben Buddyke gekamd, want het regent en hij was nat, dus we hebben hem helemaal uitgekamd. En ja, dan komt dit eruit, hè. En dit is gewoon hetgeen dat op de grond gevallen was, hè. De rest heb ik al weggegooid. This is the bad point of the body. Het
is heel tof om een hond te hebben. Ik krijg er heel veel liefde van. Maar er komt ook heel veel haar bij kijken. Toch bij een golden retriever. Hé, Jumpy. Ja, er komt heel veel haar bij kijken bij u. Hè. Maar je ziet zo'n lieveke. Zo'n lieveke. Ja. Daddy needs to do something that we are showing to them what you don't like. You gonna do it? And now you're not crying! No. A unicorn! Are you going to try again? Normaal gezien, als Boyan zo overdreven, zo dus, een kusje geeft, begint hij altijd keihard te wenen. We denken van de schrik van het geluid, maar nu niet. Hoppa. Wanneer we het willen filmen, dan gaat hem happy doen. Hoppa. Oeh, Mattie. Is dat eng? Ga je tummy timen op papa? Daar doet nog iemand die aandacht wil. Kijk hoe dit is een bal gelegd in babe. Look at the ball. Take it away. I put it here that you can take it. Fine, too far for daddy. Goedemiddag, het is... Ik denk woensdag vandaag. Het is zo fucking koud. Het is 13 graden vandaag. Het is 7 september. 13 graden. Nu, de zon schijnt wel. Het is een mooie herfstige dag. Maar het is koud, jongens. En Buddy is weer aan het trekken alsof hij de marathon moet lopen. Haha, Buddyke. Hey. Ik heb nog een extra kilo bij, hè. Buddy, gaan we een beetje rustiger wandelen. Mama kan niet meer, joh. Ik ben zojuist gaan wandelen met Buddy en met Mattia in de draagzak. En Mattia is in slaap gevallen en het was wel zo zijn periode voor zijn slaapje. Dus ik wandel nu al 15 minuten in het appartement, want we zijn terug en die wordt niet wakker. Dus we staan nog een beetje rondjes lopen in het appartement, hè. Totdat die wakker wordt. Want ik wil ze ook niet die uit de draagzak halen en omdat die wakker wordt en dat die slechtgezind is. Dus ja, ik ga nog wat toertjes doen. Ja, hier, sorry, aan deze kant is het licht slecht, maar ik moet rondlopen. Want anders dan wordt Mattia wakker. En mijn toertjes doen. Ik weet niet of dat de first mommies dat herkennen, maar ik zal heel eventjes de living laten zien hoe dat eruit ziet. Dus hier een fitnessmat op de grond gelegd. Hier is dus Mattia's tummy time plaat. Hier is Mattia's speelplaats, een walibi noem ik dat. Dan hebben we hier de living. Dan heb ik hier een fles water om te drinken. Glas cola, de babyfoon voor als hij in slaap gevallen is en zijn dingen. Hier is een, wat is dat, een nestje om in te liggen. Om een beetje in te spelen en wakker te zijn. Hier staat al een flesje klaar. De spuugdoek, een glas van mijn thee van deze morgen. Zijn tutje. Dit is een kaars, omdat ik hier mijn gsm dan tegenzet. Dan kan ik YouTube-filmpjes kijken terwijl ik die eten geef. En dan heb ik hier nog boeken liggen van Oei, ik groei. En tips voor een blije baby. Dus ja, een beetje all over the place. Een beetje overal ravage. Ja, oké, dat hoort erbij, hè. Ook mijn keuken, wauw. Ja, hier staat mijn soep te ontdooien voor mijn middageten. Hier fles water van Mattia, druppels van Mattia, eten van Mattia. Flesjes van Mattia, de sterilisator van Mattia.
Hier de borstel om zijn flesjes zuiver te maken. Ja. Het is niet meer zo geordend tegenwoordig, maar oké. Ik hoop dat dat herkenbaar is voor alle mama's. Laat het me weten, als dat niet zo is, dan moet je daar misschien verandering in brengen. Ah, ik ben nu 5 dagen, denk ik, die zeep aan het gebruiken. Ik heb geen nieuwe uitslag gekregen op mijn gezicht. Dat niet, maar ja, zoals je ziet, dit zijn allemaal littekentjes van die uitslag die ik gehad heb. Voor mama's die dat ook gehad hebben, gaat dat nog weg? Of gaat dat er voor altijd blijven zitten? Want ik begin een beetje radeloos te worden. Ik heb 9 maanden uitslag gehad. Ook op mijn rug heel fel. Mijn rug staat ook helemaal vol met zo van die ja, zwarte donkere littekentjes. Gaat dat nog weg? Ik weet het niet. Oké, we zijn dus al 1 uur verder. 1/2 uur buiten met Buddyke en 1/2 uur hier binnen al met mij. Hoe knap kunt je zijn? Hij begint nu zo ja, dingen te grijpen met zijn handen. Zoals dat speeltje. Severin, als je kijkt. Meti, je hebt dat goed gekocht. Ik vind dat mega leuk, zegt. Hij begint nu zo van alles te pakken met zijn vingertjes. Dus zoveel mogelijk verschillende dingen aanbieden en stimuleren ze. Chique, al die kleuren, Mathia. Chique. Cheers, mama. Hey, mama. Hoi. Waar zijn de resten? Ja, show me your shoes. Goed, mijn shoes. Die heeft shoes. Look, Nike. Nike, mama. Goed, baby. Ja, ik ben ook niet wel. Goedemorgen, het is woensdag vandaag. En Mathias is juist wakker van zijn eerste slaapje. En wat heb ik gedaan tijdens een slaapje? Mijn allereerste home workout. Oké, ik ga hem heel even uit bed halen. Want ons hupje is een beetje aan het wenen, zoals je hoort. Zossa, die is uit bed. En ik heb de workouts op YouTube gevolgd van Romy Strijd. Dat is een Victoria's Secret model. En ik deed die altijd voordat ik zwanger was. Als ik niet naar de fitness kon gaan. Dat is een 15 minuten workout voor de buik, voor de abs. En een 15 minuten workout voor de kont, heb ik gedaan. Ik sta op mijn benen te shaken. Ongelooflijk. Dit had ik een beetje onderschat, denk ik. Die comeback na de zwangerschap. Het is niet dat ik mezelf push om dingen te doen. Maar ik had tijd en ik had zoiets van... Laten we proberen. Heavy. Een 1 uur en 40 minuten zo schattig in zijn bed. We moeten zelfs vertrekken naar de dokter. Dus ik vrees dat ik die ga moeten wakker maken. Somebody is home. Ja, I'm home. And I'm searching for what, mommy? For what you are searching? For Botox. But not for me. No, it's for me. And why you want to do the Botox? Because I'm sweating like a pig. No, and it's not true. It's 250 euro. Yeah, it's not so expensive. No. This is in this club.
Bojan vindt dus dat hij enorm veel zweet. En die vindt dat heel onaangenaam. Dus hij wil botox gaan laten spuiten, want blijkbaar helpt dat. Zij doet hem dat hij cannot wear any like a light color shirts. Always white or the black. Yeah. Otherwise you are scared to see that when you are sick. Which last time like losing the confidence after. Mm. So in the December we're gonna do that. Yeah. If I can find here I will do that because they are saying that the calorie it's not existing, I'm just kidding. No, you just are doing the injection and finish. You see here, but it's okay. Because I saw it's not painful. No, it's just an injection. You thought it was painful? Well, no. Moet mijn haren nog doen voor we naar de dokter gaan? Het is by the way gewoon een routine check-up omdat hij vandaag 2 maanden oud is. Je moet daar elke maand een check-up doen. It's every month that we need to go to the doctor for the check-up. Every month. Every month. And he's still having that point on his arm, hè? I want to check that to the doctor. Want hij heeft zo een... Ja, precies een muggenbeet op zijn arm. Zo, op zijn schouder. Maar het wordt precies zo niet minder of niet meer. Het blijft gewoon zo hetzelfde. Ik wil dat wel even laten checken. Want ik heb totaal geen idee wat dat is. Voor alle mama's, deze crème tegen luieruitslag is echt top. Dat heeft geen geur, dat smeert heel fijn uit. Zo ziet het eruit. Je moet maar heel weinig gebruiken. Echt zalig. Zo, we zijn terug van bij de dokter. Of ja, terug, we zitten in de auto. En zijn resultaten van zijn bloedonderzoek waren binnen en alles was tiptop in orde. Ze hebben zijn reflexen nog even getest. En alles was in orde. Hij stond al heel stevig op zijn voetjes. En die... Ja, dat bultje op zijn arm. Dat is blijkbaar van de injectie. Van toen hij 3 weken oud was. En ik heb dat dus nu pas opgemerkt. Goed zo. Oké. Dus niks aan de hand. Alles goed. And honey, everything fine. Everything is okay. Daddy is going more relaxed on the checkups for Mattea than I was going with your checkups. When I was pregnant. Yeah. And Daddy is hungry. Yeah, you're hungry? Oof. I need to pee, really, I need to pee. Oh. We waren eigenlijk van plan na de dokter gewoon terug naar huis te gaan, maar plans changed. And now we are here without strollers. Ja. Oei, heb je de hik? Heb je de hik? Say hi. Hi. He's getting hiccups. And you? Also saying hi, or are you getting grumpy? Oh. Goedemiddag, het is zondag vandaag. En let's talk about your game yesterday. It was nice game. How good you were playing yesterday. I mean, we Bojan had 3 assists even tussen... We didn't play against Real Madrid, we played against the last team. Yeah, but still you had 3 assists in one game. Yeah, that is really nice. It's not nothing, eh? It's nice feeling for me, nice. Before the starting qualification for of Europa course. League. So ja, volgende week is het 4 van de 7 dagen alleen mij en Hupje. Want Bojan gaat woensdag en donderdag naar Europa League. Where are you playing? In Bulgaria, Sofia. Ja. In Bulgarije. En zaterdag en zondag heeft hij dus zelf weer match. Dus het is een beetje veel,
mij in de vlog volgende week. Maar zijn jullie al gewonnen. I can't get enough.